naam is Violet Pot, geestelijk verzorger bij NNCZ. In dit eerste filmpje, deze eerste vlog, willen wij onszelf voorstellen en kort toelichten wat wij willen gaan doen de komende tijd. Nu wil ik eerst het woord geven aan mijn collega Nanny, die zich ook even zal voorstellen. Hallo, ik ben Nanny Bos. Ik ben een van de vier geestelijke verzorgers van de NNCZ. Ik heb filmpjes gemaakt samen met mijn collega en daarmee hoop ik bij te kunnen dragen aan bezinning en inspiratie in deze toch wel onzekere tijd rond het coronavirus. En het is ook een tijd waarin mensen toch wat moeilijk de deur uit kunnen en daarom probeer ik zoveel mogelijk ook wat natuur, wat van de mooie lente die er op dit moment ook is, mee te nemen van buiten naar u binnen. En in gesprekken toch vaak merk dat de natuur ook wel een belangrijke krachtbron is voor mensen. Het kan zijn dat u daardoor wat bijgeluid krijgt, bijvoorbeeld dat de wind wat ruist tijdens de teksten door. Daar kan ik niet helemaal voorkomen. Toch vind ik het wel belangrijk om zoveel mogelijk buiten ook te laten zien. Ik wens u veel sterkte voor de komende tijd en ik hoop dat u dat aan de filmpjes heeft. Namens het team Geestelijke Verzorging van de NNCZ maken wij voor alle geïnteresseerde vlogs. Dit zijn korte filmpjes waarbij we stilstaan bij verschillende thema's. We zullen liedjes, gedichten, bepaalde symbolen gebruiken om jullie een stukje inspiratie te geven. Om jullie stof te geven om over na te denken en met elkaar over in gesprek te gaan. En dit doen wij om op deze manier toch met jullie in contact te blijven. Want ook al is het voor ons nu wegens de veiligheidsmaatregelen niet mogelijk om jullie fysiek bij te staan, we hopen toch met deze filmpjes een bijdrage te kunnen leveren. En de ene vlog zal je waarschijnlijk wat meer aanspreken dan de ander, maar waarschijnlijk haalt u er altijd wel iets uit. Iets om over na te denken, iets om, op uw eigen leven te betrekken. Het kan u raken. Het kan u misschien wel tegenstaan. Maar dat alles zegt ook wat over u. En ik denk dat dit wel een hele mooie tijd is om er met z'n allen wat meer bij stil te staan. Het is een lastige tijd. Het is een onzekere tijd. En we hopen in onze vlogs daarom ook hoop te geven. En troost te bieden. En te laten weten dat we aan jullie denken. Mocht er nou echt iets zijn, willen jullie heel graag ook met ons in gesprek, dan kan dat natuurlijk. Dan kunt u dat doorgeven aan het personeel. En dan kunnen we telefonisch of via videobellen naar u luisteren. Ik wens u heel veel vertrouwen toe. En ik hoop dat we binnenkort elkaar weer in het echt mogen zien. Maar voor nu dus een reeks met vlogs. Inspirerende filmpjes, om op die manier met elkaar in verbinding te staan en samen van waarde te zijn.